We zien zo meteen met het uitwassen en zo wat het wordt. En ik word natuurlijk ook nog geknipt. Dus dat is heel even afwachten hoe en wat. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag meenemen op pad. Ik ga namelijk mijn haar laten knippen en verven bij Salon Bee in Arnhem. Ik ben nu net aangekomen in Arnhem. Ik kom vanuit Hilversum. Ik ga iets heel anders doen met mijn haar. En het leek me wel leuk om daar een extra video aan te binden. Ik word geknipt en geverfd door Bobby. Dat is mijn, mijn vaste persoon waar ik altijd naartoe ga als ik naar Salon Bee ga. En ik ben ontzettend benieuwd hoe het is en hoe het uitpakt, wat ik wil. En ik ben nu dus onderweg en we gaan het meemaken. Ik ga jullie meenemen en ik ga jullie vertellen hoe en wat. Of nou ja, waarschijnlijk gaat Bobby dat vertellen. Maar jullie gaan helemaal zien hoe dat allemaal gaat. En ik heb er heel veel zin in. Ik ben inmiddels gearriveerd. Het is tegenover het politiebureau in Arnhem. En het zit dus hier. En ja, laten we maar naar binnen gaan. Het is precies 11:45, dus ik heb het goed uitgeteld. Ik heb er zin in. Ik heb wel een lekker kopje latte macchiato gekregen. En ik zal jullie even laten zien wat nou precies de bedoeling is. Ik ga voor wit. Deze kleur gaan we in ieder geval proberen om te creëren. Maar wel met een donkere aanzetten, zoals in dit. Qua kapsel pak ik weer Sylvie Meis erbij. Ik vind haar haar gewoon fantastisch. En dan wordt dit. Maar alles wat zeg maar dood is. Want mijn haar is, zoals je het kunt noemen, gewoon één grote bak ellende. Dus alles wat dood is, wordt afgeknipt. We gaan even kijken hoe wit we het kunnen krijgen. Omdat het best wel een heftige behandeling is. Maar dat komt allemaal wel helemaal goed. Dat kan Bobby jullie zometeen beter vertellen dan ik. En dan is het afwachten. We gaan het eerst verven. Daarna gaan we het knippen. Want dan kan alles wat dan dood is, kan er direct afgeknipt worden. En dat is gewoon heel erg handig. Ik ben benieuwd. Het is één grote klittenbom. Maar hij gaat het zometeen uitborstelen en komt helemaal goed. Ik heb er heel veel zin in en ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat uitpakken. Nou, ik zit inmiddels in de verf. Bobby kan het beter uitleggen dan ik. Wat gebeurt er nu allemaal? We gaan hem eerst oplichten met een magma kleur. We hebben de Olaplex er al aan toegevoegd om zo min mogelijk het haar te beschadigen natuurlijk. Mm-hmm. Het proces, dat duurt wat langer als een normale oplichting. Want hij moet ook weer afkoelen. Ik zit inmiddels een klem. Wat is die? Ja, hier. Oh. Top. Dus het zal wat langer duren voordat hij licht is. Het kleurt al gelijk mooi koel af. Dus dat, dan heb je dadelijk aan het inkleurproces veel minder werk. Dus de kleur wordt uiteindelijk mooier daardoor. Dus dat zijn we vandaag een beetje aan het doen. En dit moet zometeen hoe lang intrekken? Maximaal een uur eigenlijk. Ik denk dat we minder dan een uurtje gaan zitten, want we moeten het afkoelproces er ook nog maar intellen. Dus ik denk 3 kwartiertjes en dan nog 1 kwartiertje, 20 minuten laten afkoelen. Eventjes kijken hoe licht die gaat worden. Het is altijd eventjes afzien hoe dat zich oplicht natuurlijk. We weten veel van het haar, maar het is toch altijd weer eventjes een verrassing. Precies. Ja, elk haar is natuurlijk anders. Anders, ja. Zodra je denkt van ik weet het, dan kom je toch weer iets tegen dat je zegt van hé, hey, dat is het toch niet. Dus dat is af en toe weer komisch met haar. Nou, ik ben heel erg benieuwd en we zullen zo meteen zien hoe het uitpakt. Super. Nou, inmiddels is het verlichting er al even in. Dan zit ik geloof ik nu bijna een uurtje. Zometeen wordt het uitgewassen en dan gaat de verf erin. En daarna gaan we dus pas knippen. Het is nu 2:30. Ik kwam hier 11:45 binnen. Ik verwacht hier ook nog wel even te zitten. Het is gewoon een behandeling waarvoor je gewoon lekker een middagje vrij moet nemen. Maar dat is helemaal niet erg, want je krijgt hier gewoon alles wat je wil qua drinken. Ik heb 2 keer een latte macchiato gehad en nu heb ik gewoon een cola. En hier ook allemaal tijdschriften. Ik ben nu de Marie Claire aan het lezen, maar er ligt hier echt van alles. De Glamour, de Elle. Dus je kunt je prima vermaken. En ik heb heel veel gezellige aanspraak, dus dat maakt het ook een stuk makkelijker. Soms wordt het dus uitgewassen en dan ben ik heel erg benieuwd wat het resultaat is. En dan moet de verf er nog in, maar het is nu echt al een stuk lichter. En het gaat dus echt naar wit blond, dus ik ben heel benieuwd. Oké, het is nu uitgewassen en doorgekamd en het heeft nu deze kleur. Dat is echt al vrij licht. Mijn aanzet wordt nog een stuk donkerder gemaakt, dus dat gebeurt nog. En het koelen of het warmen wordt hier nog helemaal uitgehaald, dus dan wordt het nog witter. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar dit is in ieder geval was de eerste stap. En ik ben er nu al super blij mee. Ik had niet anders verwacht eigenlijk, maar goed. Ah, spannend. Heel erg gaaf. Hier staan 2 bakjes verf. Wat is het? Nou, we gaan hem nou inkleuren. Mm-hmm. We hebben natuurlijk de perfecte ondergrond gekregen. Ja. Hoe beter de ondergrond, hoe lichter, hoe minder warmte, hoe beter je hem kunt inkleuren. Dus hoe mooier het is. Mm-hmm. We gaan met 2 kleuringen werken. We gaan met seizoen werken op de aanzet. Seizoen blijft mooi natuurlijk qua kleuringen. Je kunt wat apartere kleuren ook maken met seizoen.
Kies ervoor voor de lengtepunten een color touch te gebruiken. Het is wat milder voor het haar. We willen de uitgroei natuurlijk echt een beetje donkerder. Donker, dus ja. Die power uit te stralen en die richting de kleur van je wenkbrauwen komen. Vandaar dat ik voor seizoen kies. Lengtepunten, een toonnetje van color touch. Trekken we mooi cool terug naar een mooie witte kleur eigenlijk. Dus dat gaan we nu doen. Dat gaan we nu doen. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Ja, super spannend. Weet ik wel zeker. Dus ik ben benieuwd. Het is nu al super wit, maar hoe witter, hoe beter natuurlijk. En ik vind het heel erg gaaf dat de aanzet gewoon echt nog een flink stuk donkerder wordt dan wat ik nu heb. Ik ben heel erg benieuwd naar het eindresultaat straks. En dan moet ik nog steeds knippen. Kom pas helemaal aan het einde. Dan gaan we. Dan gaan we. Mijn hele haar zit vast. We zetten de aanzet, schetsen het in naar buiten toe. Dus niet met een hard effect. We willen juist dat hij mooi doormaast. Ik heb ervoor gekozen om de highlight wel helemaal aan de aanzet te houden. Zodat hij wat breekt. Dat je niet een hele, dat zwart-wit effect hebt. Hij mag wel wat zachter. Het moet wel knallen, maar het moet wel mooi doorlopen. Dus vandaar dat we de highlights helemaal tot aan de aanzet hebben ingezet. En nou weer in gaan kleuren, zodat hij mooi doorloopt. De lengte en punt. Anders wordt het echt zo'n streep. Dat is net wat minder mooi. Vooral als je het dan opsteekt of een staart draagt, ja. Is het dan niet helemaal. Het moet wel gewoon goed overlopen. Precies, ja. Precies. Het moet wel knallen, maar het moet wel mooi doorlopen. Nou, we zullen het straks zien. We vermaken ons hier prima. Precies, precies. Dus ze hebben hier bij Salon B ook een Urban Chef Bakery. En dan kun je van alles uitkiezen. En ik heb een cheesecake en scones uitgekozen. Het zag er zo lekker uit. En omdat ik hier ook blijf eten, omdat het allemaal iets uitloopt, neem ik ook nog een maaltijdsalade. En kijk eens hoe lekker dit eruit ziet. Nou, daar kun je over zeggen wat je wil, maar lekker is het wel. Ik ga dit lekker opeten. Ik ga hier heerlijk van genieten. De aanzet zit er nu in en de verf. En nu is het afwachten hoe het uiteindelijk resultaat zal zijn. Dat is altijd lang wachten als je wil verven. Het is nu bijna 6 uur. En ik ben heel erg benieuwd wat het wordt. En we gaan zien. Ik krijg sowieso nog een extra behandeling. En dan wordt het waarschijnlijk nog een stukje lichter. Omdat het waarschijnlijk niet de kleur wordt die ik het liefst heb. De allerbitst. Dus daarvoor kom ik binnen nu en 6 weken nog een keertje terug. Maar we hopen in ieder geval dat het zo licht mogelijk is. En we zien zo meteen met het uitwassen en zo wat het wordt. En ik word natuurlijk ook nog geknipt. Dus dat is heel even afwachten hoe en wat. Dit was de tonic. Ja, dit is fase 2 van de Olaplex. We hebben nu ingevoerd, 10 minuutjes in laten trekken. Uitgespoeld. Je zorgt ervoor dat de haarspel weer mooi afgezuurd worden. En mooi weer afgesloten naar het behandelen. Natuurlijk ook pittige behandeling. Het is en blijft chemisch. Hoe dan ook, hoe je het ook bent verkeerd. Maar op deze manier zorg je ervoor dat het haar zo min mogelijk beschadigd wordt natuurlijk. Ja. Dus we wassen hem nou nog 1 keer na met de shampoo. En nog eventjes met een treatment afzuren. Met een extra verzorging. Dan nooit geen kwaad. Nee. Ja, we proberen de mensen ook altijd even een relax momentje te geven. Lekker een hoofduitmassage. Dus even uit die onthaaste situatie waar ze vaak in privé in zitten, is het gewoon heerlijk om eventjes te ontspannen. Oh echt? Ja joh. Lachen man. Mmm.
echt een lekker gevoel. Ook weer even om de treatment te versterken natuurlijk. Door de hitte van de handdoek gaan de haarspelden een klein beetje openstaan. Oh ja, dat klopt ja. Ook lekker voor thuis te doen. Om eventjes je conditioner of masker te versterken. Want hoe maak je je handdoek warm dan? Ja, je zou hem onder de warme kraan kunnen houden natuurlijk. Maar dan krijg je hem nooit zo warm zoals wij hem hier hebben. Mm-hmm. Wat ik altijd adviseer is de handdoek ietsjes vochtig te maken. Niet zuidnat natuurlijk. Mm-hmm. En dan in de magnetron een minuutje. En dan merk je gewoon dat je echt die intense warmte hebt. Want het koelt ook snel weer af. We hebben kant-en-klare oventjes ervoor natuurlijk. We trekken ze er zo uit. Maar hou er rekening mee dat je ze echt niet te nat in de magnetron doet. Want kun je kortsluiting krijgen natuurlijk. Hè? Dus vraag even advies van je ouders als je dat doet. Dat is voor de veiligheid. Misschien wel belangrijk. Nee, die handdoektechniek van jullie, echt waar. Jullie zouden ook een YouTube-kanaal moeten beginnen. Oefening bij het kunst, hè? Ja. Yes, kom maar. Oké. We hebben inmiddels mijn haar gefeund en we gaan nu knippen. We gaan lekker freehand knippen. Vooral aan de voorkant wat beweging creëren. We zien dat het vrij vol is. Dus er mag wat meer luchtigheid in komen. Dus dat gaan we nou aanbrengen in het haar. Ik vind dat lekker om gewoon op droog haar te knippen. Vooral omdat je ziet wat je doet in droog haar. En dat het gewoon gelijk effect heeft. Heel veel kappers knippen nog steeds op nat haar natuurlijk. Ja. Ik vind gewoon dat je dan niet ziet wat je doet. Hou ervan om lekker op het droge haar uit te werken. Ja, want je zei straks ook van, dat was wel een hele goede opmerking, van ja, je gaat ook niet met nat haar de deur uit, toch? Nee. Dus ik vind ook gewoon dat je echt, als je haar draagt, dan draag je het droog en niet nat. Dus dan betekent ook dat als je het op droog haar uitwerkt, dat je dan het gewenste resultaat krijgt. Ik vind op nat haar kun je zeker wel een goede basis knippen hoor. Dus een lengtemaat of net even een koepje wat sneller aanzetten. Maar het uitwerken, het fine-tunen van het haar, dat moet je gewoon echt op droog haar doen. En wat je ook wel gelijk weer ziet, is dat hij gewoon veel meer beweging krijgt in het haar. In plaats van dat hij zo zwaar hangt, hè? Ja. Slice ook eventjes wat beweging in het haar. Moet je ook niet elke keer doen dit. Dan haal je natuurlijk geen haar over. Heel veel kappers kiezen ervoor om nog steeds een evenleerschaar te gebruiken. Ik hou ervan om dat gewoon freehand met de schaar te doen. En het op deze manier uit te werken. Zo zie je ook wat je doet. Zo weet je wat je weghaalt. Je haalt niet te veel weg. En je kunt de volgende keer bij een coupe altijd weer zien. Hey, heeft hij het nodig of niet? Of heeft hij het alleen aan de voorkant? Of heeft hij het alleen aan de achterkant nodig? En op die manier werk je de coupe helemaal lekker uit naar wens. En in de valling van het haar. Ja. Ik heb ook nog wel vrij dik haar, hè? Ja, het is veel haar. Het is fijne structuur, maar wel veel haar. En dat is lekker, want zo kun je heel veel beweging in het haar aanbrengen. Zonder dat hij heel fijn wordt onderin. Je ziet gewoon, het is nog mooi vol. En dat ja. Is lekker ervan. Nou, zo zie je eigenlijk al het verschil met links en rechts. Hè? Je ziet dat hier veel meer luchtigheid in zit. En hier zit hij gewoon nog veel zwaarder. Ja. Dus we gaan nou deze kant aanpassen op die kant natuurlijk. Nou, dan zien jullie zo meteen het resultaat, jongens. Nou jongens, dit is het uiteindelijke resultaat. Nou, we zijn even mee bezig geweest. We hebben echt tof haar weten te creëren. Het, ja. Het is nog niet helemaal gegaan zoals we het gedacht hadden. Zijn er nog wat obstakels tegengekomen. Om te laten zien dat fouten maken is ook menselijk. Gelukkig is dat menselijk. Ja. Dus daar waar dat gebeurt, raak dan niet meteen in paniek. Want voor deze kleur zag Jill er heel anders uit. Het was namelijk echt donkerviolet kleurige tint. We hadden een perfecte ondergrond gecreëerd met de highlight. Het was super mooi. En we gingen hem alleen tonen. En eigenlijk zou met tonen al voldoende genoeg zijn om de kleur te bereiken. Alleen nou waar ik de mixtint en de tonerkleur verkeerd om heb gedraaid. Dus de mixtint violet meer van had gebruikt dan van de toner. Waardoor die na een kwartier begon het me akelig te kriebelen. En dacht ik, dit is niet goed. Dus toen hebben we hem snel uitgespoeld. Nou, toen kwam eruit dat hij echt donkerviolet was. Dus we zijn weer opnieuw begonnen. We hebben het haar weer met een schoonmaakformule weer helemaal opgelicht. Dan is het altijd de vraag, wat gaat er onderuit komen? Want het kan natuurlijk gigantisch warm worden. Ja. Maar zoals je ziet, de kleur is mooi gepakt. Ja, we hebben daarna wel weer een toner eroverheen gezet. Deze keer de juiste toner natuurlijk. Yeah.
En we hebben uiteindelijk het resultaat kunnen behalen waar we op hoopten. Dus het heeft wat langer geduurd dan normaal, maar nogmaals, dit kan gewoon gebeuren. Ja, maar ook als, weet je, als zoiets gebeurt, net zoals ik, want ik dacht misschien raak ik al totaal in paniek, maar ik bleef inderdaad tot mijn grote verbazing enorm rustig. Het kan gebeuren en bij Salon B, kijk, als je bij Bobby bent, dan weet je gewoon dat het gefixt wordt. En hij zal er nou dubbel zo goed op gaan letten dat het nooit meer gebeurt. Nooit meer. Dus hij is heel blij dat het bij mij is gebeurd. Ja, ja, wat dat betreft had ik het niet beter kunnen treffen. Dat meen ik wel heel erg. Maar ik ook niet. Dus het is een win-win situatie. Ja, ik ben super tevreden met mijn haar. Top. En dat is uiteindelijk de bedoeling ervan. We hebben lekker haar kunnen maken. Ja, en er is ook een flink stuk af. Zo mijn hele tiet. Maar het is weer helemaal fris. En het is gewoon alle dode puntjes zijn eraf. En het ziet er gewoon veel beter uit. Het voelt gewoon lekker aan. Het haar heeft gewoon echt zijn vibe gewoon, weet je. Dat is gewoon lekker met dit haar. Ja. Top. Helemaal super. Yes. Nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Geef een like als je deze video leuk vond. Vergeet ook niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer tot de volgende video. Doei doei! Doeg. Wist je dat Dionne op oudjaarsavond met brandwonden in het ziekenhuis lag, maar niet vanwege het vuurwerk, nee, omdat er een kruik was ontploft.